goedemorgen allemaal. Ja, mijn naam is Karin Stammel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. Ja, zoals gewoonlijk hè. Al bijna twee jaar bijna. Ik mag niet liegen, nee. 11-12-2020 is het. 2 jaar dat we zijn getrouwd. Helemaal goed. Gaat super. Dus het is vandaag 15 juni. Het is ook nu klokslag. Bijna 8:30. Ja, bijna klokslag 8:30. Dus ik sta lekker op mijn balkon. Iedereen die kijkt me aan. En ik heb gewoon lekker de bout aan, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Die tas is ready. Dan mijn statief moet mee. Die staat hier achter de stoel. Alleen mijn vrouw die ligt er lekker voor. En mijn telefoon zoals deze. Deze telefoon waar ik dus mee vlog. Die gaat ook mee. Yep. Dus lekker bezig. Deze tafel moet gewoon hier weer staan. En mijn mannetje is er ook. Hi Drakkie. Oh, ik zie het al. Straks als wij thuis komen ga ik hem vullen, oké? Ja. Hi, Tut. Hi schat. Hey. Alles goed? Denk het wel. Vertel, waarom? Waarom gaat alles goed? Nee, ik denk het wel, maar... Ik kan niet zo heel veel denken vandaag. Goed. Niet? Nee. Oh, jammer. Ik ben nog een beetje brak voor. Waarom brak? Korte nacht, denk ik. Oh, korte nacht. Ja, ik ook. Scheelt weer. Oh, ja. Ik heb het 3:30 zien worden, hoor. 3:30, oké. Okay. Dus? Ik ook gisteren. Afgelopen nacht niet? Nee. Nee, maar ik bedoel, ik heb het 3:30 zien worden vannacht. Oké. Okay. Dus? Dat kan, dat mag voor mij. Aan te bevelen, maar het mag wel. Ja, nou ik ga dus even nu naar mijn mannetje. Daar ging ik zo wat. Ja, is handig. Even mijn cameratas. Wat wil je doen, lief? Oh, zo. Ja. Ah, handig. Zo. En ik ben ingestapt. Kijk, alleen maar nog mijn deur dicht en mijn gordelom. Ja, ook nog. Ja, is toch handig? Ja, je kan wel. Maar. Je weet hoe je nou deels moet rijden. Toch? Naar Rotterdam. Deels wel. Dus we gaan naar Rotterdam en even daar filmen. Een winkeltje. Dat is dus Isaac en de Schittering. En dan gaan we, hoop ik, toch een hele leuke samenwerking ervan maken. Toch? Ja, hopelijk. Hoop ik wel, ja. Inderdaad. En Roderick ook. En ik moet eigenlijk naar de lens kijken. En niet daar naartoe, want dan kijk ik jullie niet aan. Kijk nu wel. Nee, maar ik ben weer geneigd om daar naartoe te kijken, maar ik moet daar naartoe kijken. Wat zit er nou achter ons? Een M4430. Oh, dat is een mooi autootje trouwens. Hey! Kijk, dat is een gouden ouwe. Ah, dat is mooi. Dat voor niet, met geen idee. Moet je een beetje doorrijden. Ja, maar dat mag niet meer 30. Ja, maar dan kan ik wel aan de kenteken krijgen. Dan kan je het gaan opzoeken namelijk. Ja. MA4430. Hoe zei dat? MA? 4430. 4430. Nou, dat is mooi. Dit is zo mooi, hè? AM. Ah, dat is een mooi dingetje, hoor. Hele mooie. Nou, we zijn dus in Rotterdam beland. Toch? Ja. Hij moet er nog aankomen. Ik zei net en tegen de kijkers, we zijn in Rotterdam beland, toch? Ja. Beland, ja. En waarom zijn we in Rotterdam beland? Vertel. Hier een leuke impressie maken van een mooie winkel. Vertel. Stichting Isaac en de Schittering. Ja. Die hebben allerlei dingen voor de minder bedeelden. Ja. En daar ga je wel eens iets over vertellen. Zo meteen. Ja, jij, wij, ik. Jullie, ons. Precies.
langzaam daar. Bal. Pak hem dan. Het is mijn bal. Pak hem dan. Pak hem dan. Ja, het is mijn bal. Nee, hier. Het is mijn bal. Het is mijn bal. Het is mijn bal. Oh, een hele gevaarlijke hond, op ben jij nu. Hé, hey, heel gevaarlijk, hé. Je bent heel gevaarlijk, hè. Dat wist je, hè. Het is mijn bal. Het is mijn bal. En dat was 5 hoog. Hou je bek. Hou je mond. Hou je mond. Nee, stoppen met blaffen. Je kan hem krijgen, maar dan wil ik ook dat je stopt met blaffen. Ja, dan ga je hem afleren. Dat hoeft namelijk niet. Dan pak je die ook goed. Dan pak je die, is ook goed. Zo, en toen... Is je mijn bal? Is van mij. Is mijn bal. Is mijn bal. Wat is mijn bal? Nou stoppen met blaffen. Alsjeblieft. Ja, ja, ja. Kijk eens, Cookie. Hé. Hey. Nee, is mijn bal. Is mijn bal. Nou, we zijn dus weer thuis van lekker weg geweest. Ja, oh, lekker weg geweest naar Rotterdam, zoals jullie wel hebben kunnen zien. Nou ja, heel eventjes waarschijnlijk, ja. En we zijn eventjes een beetje ontoer geweest hier in onze eigen wijk. Hey, Spido, wat je er ook weer vindt. Ja, en mooi. En, nou ja, Rody staat nu even in de keuken om wat eten voor mij hier neer te zetten. En ik zie dus dat ik een leuk bericht heb op mijn messenger, ook leuk. En ik ben eventjes de vlog van mijn moeder aan het kijken van maandag 18 mei samen met Rebecca de PC naar laten kijken. Hashtag 773. Ja, precies. Ook leuk. Dus dan ga ik even verder kijken. Daar ligt er één. Daar zit er één. En daar hebben we er ook één. Hoi. Hey. Alles goed? Bijna alles. Vertel, waarom? Waarom? Ja, dat is nou echt de vraag. Nou. Als alles goed was, heb ik niks te doen. Niet? Nee. Nou, dat is mooi. Niemand iets te doen. Als alles gewoon gaat zoals het gaat, heeft niemand wat te doen. Ja. Maar we kregen een opmerking over een foto.
Welke foto was dat? Onze laatste winst met dat die en ze is wat groter. Ik weet nou niet waar ze legt. Waarschijnlijk daar. Donkerder bedoel je? Donkerder bedoel je? Ja, dat zeg ik. Okay. Ja, je zei wat groter. Nee. Okay. Dat dacht ik. Ik dacht dat je zei dat je... Nee, nou, dat maakt niet uit. Maar we hebben een reactie gehad en dat ze wat donkerder is. Ja. Vertel. Ja, nou, het is wat donkerder. Groter, donkerder. Steviger. Omdat ze hier gewoon normaal goed eten krijgt. En veel beweging. Veel spelen. Ja. En aandacht. En ja. Lekker wandelen. En over wie hebben we het nu? Over onze nieuwe aanwinst, de BOT. Ja. Dus eerst was het Hopje. Ja. Toen was het Blue. En nu is het Beauty. Ja. En Beauty vindt ze een geweldige naam. Daar luister ook naar. Ja. Helemaal geweldig als Beauty zegt. Want Beauty betekent gewoon dat ze mooi is. Mm-hmm. Ja. En ze is ook mooi. Ja. En ze doet het gewoon super. Ja. Zoals ik jouw schoonheid noem. Ze er ook vrolijk van worden. Mm-hmm. Nou. Zoals dit ook. Dat is mooi. En ik zit dus weer lekker op de fiets, of lekker even on tour. Lekker in the middle of nowhere. Nou ja, voor jullie dan, maar voor mij niet. Nee. Dus ik ga lekker eventjes ding opletten. Ja, het is weer tijd om de kaviakooi te verschonen. Ja, gezellig. Ik heb hier een hele grote ton. Hey. Leuk of iets. Zaagsel erin. Heel mooi. Zaagsel erin gedaan. En dit is niet zo zwaar gelukkig. Hey jongens. Kijk uit, dat is een ton. Gaan we weer treintjes spelen hier of zo? Ja. Ja, hier ook. Zaagsel douche. Daar, heren, kom. Jongens, kom. Even aan de kant. Dankjewel. Zo, hè. Jullie willen zeker jullie huisje hebben. Nou, alsjeblieft, ik heb een verrassing voor jullie. Mag ik erbij? Kijk, gaan we weer lekker in het huisje zitten. 1, 2, 3, 6, 18. Uitkijken, lief. Hartstikke mooi. Zo. Maar even een vraag, schat. Hoe schrijf je paard? Hoe schrijf je dat? In het Nederlands? Ja? P-R-D. Oké. Dacht ik ook al namelijk. Alleen, jullie vertellige schoonmoeder en die heeft dus onder haar vlog het anders geschreven. P-A-A-R-T. En dat heeft een iets heel andere betekenis. Aagje. Ja, echt hè? Zullen maar meneer Aagje gaan noemen in plaats van Charlie. Zo, meneer. Koek op eer. En dan krijg ik ook nog wat anders leuks. Hé. Hey. Grootste slijpsteen. Joepie. Er is lekker gebruik van gemaakt.
Want dat slijt namelijk hun en hun tanden. Ik schrik van het enge ding in de kooi. Hé, hey, kerel, wat moet je? En je doet hun ook echt niks ook, hè? Hij slaat ze niet of zo. De kooi die staat open. Gaat er niet in. Alleen ik ben soms nog een beetje benauwd dat hij dat dus wel doet en dan in één keer gaat slaan. Ja. Zo bizar dit. Een mannetje om elkaar, hè? Ja, echt, hè? Zou dat het zijn? Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Daar zit wat achter dat draakje aan. Nee, je bent mooi, je bent lief. Toen stond je mondje open, schat. Je bekkie. Hij is wel vriendelijker geworden, moet ik zeggen. Ah ja, is hij ook. Ja. Eerst moet hij niks van me hebben. Nee, maar zo, en zodra ik hier ben, en dan moet hij er ook bij zijn. Is sla of thee of de paprika? Paprika. Oké, dus ik kies paprika boven sla. Ja, zo. Nou, de jongens hebben dus wat mooie schone kooi en ze hebben heel veel lekkers. Yes. En ik ben trots op mijn hele roedel. Yep. Oh, jij gaat naar achteren. Oké, dan wacht ik even. Ja, daar waren we weer. Gezellig. Maar wij gaan onze leuke, geweldige, schattige, leuke, geweldige, handige, super dag afsluiten. Samen met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer dan even hieronder. Doe het belletje aan. Doe hier dan ergens ongeveer een duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Want dat vind ik gewoon onwijs leuk. Ja. En want, weet ze ook alweer? Adriana. Adriana, toch? Adriana? Zeg ik dat goed? Zoiets, hè? Ja, Adriana, weet ik het. Ja, dus die en die vond ook onze vlogs leuk. Dus dankjewel. En tot morgen maar weer. Doei. Doei.